Goeiedag. Ik ga je met dit filmpje even uitleggen hoe je een oefening kan maken op de terminologie uit de cursus Het Nieuwe Werken. Deze lijst vind je op wrts.nl, maar je drukt in bovenaan hnw2014.wrts.nl. WRTS.nl is een heel leuke site waarmee je woorden in veel talen kan inoefenen. Ikzelf heb de tool vaak gebruikt toen ik in avondschool Frans studeerde. Het is uiteraard ook een toffe tool voor je studerende jeugd. Je moet uiteraard eerst aanmelden. Ik toon nu even hoe je dat kan. Je drukt op overnemen en men vraagt je dan om een e-mailadres en een wachtwoord in te brengen. Als je voor de eerste keer op deze site zit, moet je natuurlijk eerst aanmelden. Ik heb dat al gedaan, dus bij mij gaat het iets sneller. Ik meld dus aan. Voilà. En dan kom ik in de opslaan versie van de lijst. Ik scroll naar beneden. Ik druk op opslaan. En vanaf nu kan ik oefeningen maken in de lijst. Deze lijst kan ik uitprinten. Ik kan die downloaden. Ik kan die bekijken, bewerken. Ik kan ze ook overhoren. Volg maar even in het filmpje. Voilà, ik wens je veel succes.